rijden mee met de regio Groningen bij Loppersum op de N46. Surveillante Johan en Douwe Jan worden ingehaald door een motorrijder met Pools kenteken die heel wat van plan is. Zodra de surveillanten een trajectmeting hebben gestart, gaat de motorrijder er vandoor en hij dreigt al snel aan de horizon te verdwijnen. De snelheden lopen daarbij hoog op. Buitengewoon veel moeite om het rode stipje in de verte bij te houden. Maar de motorrijder wordt opgehouden door een automobilist die zich wel aan de maximumsnelheid houdt. De gemiddelde meting komt uit op 157. Deze meting is nog maar het begin van wat komen gaat, want zodra de motorrijder zijn voorleggers is gepasseerd, lopen de snelheden op tot bizarre hoogtes. Opnieuw dreigt de coureur uit het zicht te verdwijnen en de surveillanten moeten alle zeilen bijzetten om überhaupt in de buurt te komen. Wie op deze manier over de weg scheurt, moet wel levensmoe zijn, want met snelheden van meer dan 200 km per uur zouden wij niet echt lekker op die motor zitten. Deze coureur lijkt er echter niet wakker van te liggen, want zowaar, hij gooit er nog een extra schepje bovenop. De motorrijder boort een gat in de nacht met snelheden van meer dan 230 km per uur. De trajectmeting loopt ondertussen gewoon door en komt uit op een duizelingwekkende gemiddelde snelheid van 206. Hoogste tijd om deze kamikazepiloot tot stoppen te dwingen. Stopteken aan, hoor. De motorrijder heeft niet door dat de videowagen achter hem zit of hij houdt zich moedwillig van de domme. En daar begint het steeds meer op te lijken, want hij reageert niet op het lichtsignaal van de videowagen. Sterker nog, hij geeft nog wat extra gas bij in een kennelijke poging om aan de surveillanten te ontsnappen. Een signaal blijven. De blauwe knop is signaal. Dat knop. De motorrijder nadert zijn voorganger met zeer hoge snelheid en dat wordt hem bijna fataal. Even lijkt het erop dat de coureur zich gewonnen geeft, want hij laat de surveillanten langs zij komen. Maar schijnbedriegt, want de motorrijder blijkt niet van plan te stoppen en gaat er vandoor. Vraagt het uiterste van zijn machine en even lijkt het erop dat hij aan het langste eind trekt. Maar zijn idiote capriolen worden hem uiteindelijk fataal, want hij rijdt met hoge snelheid van het talud af. Waar gaat hij heen? Hij is hier uit de hoek geschoten. AB 5152, helemaal achteraan op de eenzame weg is hij de bocht uitgevlogen. Mijn collega doet hem in de boeien, geloof ik, in de sloot. Mag wel even een auto bijkomen? Deze motorrijder moet wel een beschermengeltje boven zijn hoofd hebben, want hij heeft zijn val overleefd. Douwe Jan slaat hem in de boeien en Johan spreekt hem aan. Is dat zo goed? Wat? Zo'n drastische. Nou. Je moet stoppen, hè? Hij doet nou goed going for me. Ja, dat nou. Blue lights en police, you know what is that? No, see. Ja. De motorrijder komt er wonder boven wonder met lichte verwondingen vanaf en zijn motor wordt in beslag genomen. Het scheurijzer heeft de crash minder goed doorstaan, want de achterbrug is volledig uit het lood geslagen. De bestuurder wordt aangehouden en vastgezet. Hij zal zich binnenkort bij de rechter moeten verantwoorden voor zijn levensgevaarlijke rijgedrag. Volgende week in Wegmisbruikers probeert deze crimineel op brute wijze aan de politie te ontsnappen. Ja, richting grens, correct. Rechterachterwand lijkt gaat nu stoppen. Contact stopt nu op de snelweg.